Welkom in de gemeente Stadskanaal. Prachtige gemeente, half in het veenkoloniale gebied en half in het prachtige natuurgebied van Westerwolde. Mijn naam is Johan Hamster. Ik ben wethouder in deze gemeente sinds 2010. Ik wil u graag meenemen in een aantal uitdagingen en een aantal kansen die we hier hebben. Stadskanaal is de laatste tijd vooral in het nieuws gekomen, omdat onze gemeenteraad unaniem heeft besloten om geen sluitende begroting in te dienen. De oorzaak daarvan ligt natuurlijk in de problematiek die bijna alle gemeenten in Nederland raakt. Namelijk te weinig rijksuitkering voor de gebieden jeugdhulp, WMO en werk. Op dat laatste gebied proberen we met onze beperkte middelen al jarenlang hele goede resultaten te houden. Dat doen we niet alleen, maar juist in de samenwerking met ondernemers, overheid en de omgeving. De vierde O. Ik wil jullie zometeen een aantal mooie voorbeelden laten zien. Ik heb het niet eerder meegemaakt, maar we hebben hier op de parkeerplaats besloten dat wij zaken gingen doen met de Gap Academy. Ja. Wat doen jullie? Bij de Gap Academy zijn we goed in het in beeld brengen van talent. En niet zomaar talent, talent richting een kansrijk beroep. En dat doen wij middels vier stappen. Dat begint met een test, waarin we mensen op het idee brengen om te kiezen bijvoorbeeld voor groen, zorg of techniek. En vervolgens middels een assessment en opleiden door te begeleiden naar werk. Wat zou je nodig hebben om nog meer mensen naar een baan te helpen? Ik merk dat we nog steeds veel bezig zijn met het voor mensen denken. En wij zeggen nee, faciliteer nou het proces bijvoorbeeld van zo'n test en assessment. Want mensen weten vaak zelf niet eens hoe leuk of hoe goed ze zijn voor zo'n bouwtechnisch beroep. Jij bent een van de initiatiefnemers van Makeport Mercurius. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Ja. Het is een initiatief van een aantal bedrijven in de regio. Er zitten twee bankinstellingen bij, er zitten twee schoolinstellingen bij. En er zijn een zestal ondernemers bij vertegenwoordigd. En die vormen samen de early adapters, zoals we ze onszelf noemen, van het initiatief Makeport Mercurius. Wat is jullie doel? Het doel is duurzame werkgelegenheid, economische boost geven en dan vanuit de kracht vanuit het gebied gaan. En dat hebben we drietal pijlers. We willen jongeren richting het bedrijfsleven een goede opstap maken in de goede aansluiting op de arbeidsmarkt. We willen tegelijkertijd een broedplaats creëren van start-ups met een doorgroeimogelijkheid naar scale-ups. En het laatste, en dat maakt het heel bijzonder, we willen een eigen productielocatie creëren. Ik hoor jullie vaak spreken over vier O's. Drie ken ik, maar wat is die vierde? Ja, even ter verduidelijking, drie O's, dat zijn natuurlijk de O's van onderwijs, overheid en ondernemers in een samenwerkingsverband, de triple helix ook wel genoemd. Maar we hebben expliciet die vierde O er ook bij nodig en dat is de O van omgeving. En we willen dat het ingebed wordt in dit gebied, waar iedereen zegt, daar worden we trots op, wat we met elkaar gerealiseerd hebben. Die vierde O is een must. Ik ben super trots op dit gebied. Ik wil er nog meer weg. Bedekka is een prachtige sociale werkvoorziening. We staan al, eigenlijk al 60 jaar. Bij ons werken zo'n 1650 mensen, daarvan 100 ambtelijk en de rest is doelgroep. Zie jij nog kansen voor jouw doelgroep, voor jouw bedrijf? Wat zou je daarvoor nodig hebben? Nou, ik zie zeker kansen. Want kijk, met de invoering van de participatiewet is er natuurlijk een nieuwe doelgroep bijgekomen. Voor een deel mag deze doelgroep naar een nieuw beschut werk. En voor een ander deel is het de bedoeling dat ze regulier werk krijgen. Maar niet iedereen is daar meteen klaar voor. En ik denk dat er echt een kans ligt bij ons bedrijf om deze mensen op te leiden. En ja, dat noemen ze dan werk fit te maken, zodat ze wel kans maken op een reguliere baan. Bedrijven in deze regio is de samenwerking prima, alleen we hebben hier heel veel kleinere bedrijven. En kleinere bedrijven hebben het zelf ook moeilijk. Dus ik zou ontzettend graag meer willen samenwerken met bedrijven in de regio. En daar gaan we ook samen met de Hans Hogeschool een onderzoek naar doen. Maar de omstandigheden zijn gewoon nog niet zo gunstig. We staan hier in het Julianenpark. Dat is een kleine 100 jaar geleden aangelegd als werkverschaffingsproject. Al sinds jaar en dag weten we in deze regio hoe je om moet gaan met mensen die moeite hebben om zelf in hun inkomen of in een baan te voorzien. Juist op dit terrein zijn we sterk door onze jarenlange ervaring om mensen verder te helpen, te ondersteunen. Maar dat wordt ons nu heel moeilijk gemaakt, doordat we te weinig geld krijgen voor onze sociaal domeintaken. Onze inwoners verdienen dezelfde kansen als alle inwoners van Nederland. Dus, overheid investeert in gemeenten, maar doe dat ook juist in de regio's waar dat zo hard nodig is. Dank jullie wel.